Karel Schoenaken, directeur recreatieschap West-Friesland. West-Friesland als recreatieregio, hoe klinkt dat in jouw oren? Nou, het is een hele mooie recreatieregio, dus dat klinkt mij bekend in de oren en heel mooi. Maar ja, we moeten wel blijven investeren in de recreatie. En er komen steeds meer mensen hier wonen, steeds meer mensen ontdekken onze terreinen. Hè. Groen en natuur is hip en happening geworden. Ja, we zien wel dat de druk enorm toeneemt. Dus ja, heel fijn dat we die recreatieregio worden of zijn. Maar daar moeten we wel in blijven investeren. Om dat ook kwalitatief te kunnen blijven zijn. Ja, hier is ook onderzoek naar gedaan, hè? Ja, door de provincie zelf. Ja. Ja, ze hebben zelf een onderzoek gedaan. Waaruit blijkt dat er uit mijn hoofd zo 4 of 5 keer zoveel hectares eigenlijk moeten komen aan recreatieoppervlak. Of het gaat eigenlijk om natuur en recreatiegebieden. Maar dat gaat natuurlijk hand in hand samen. Want de natuur is heel belangrijk en heel mooi decor ook om in te recreëren. Ja, is het uit dat onderzoek ook voortgekomen om wat voor recreatiemogelijkheden dan zou moeten gaan? Gaat het om zwemmen bijvoorbeeld? Ja, het gaat om allerhande soorten recreatie. Kijk, er zijn mensen die zoeken de rust op. Die willen gewoon dwalen echt in de bossen. En anderen zoeken juist de drukke recreatiegebieden op. Inderdaad met zwemstrandjes, met horeca, klimparken. Nou ja, allerhande festiviteiten wil je daar in plaats laten vinden. Het is een mix van alles. Zodat iedereen kan krijgen wat hij wil. Ja. Maar het lijkt wel alsof je de mensen die deelnamen aan het debat even aan het onderzoek moest herinneren. Ja, dat gebeurt toch vaak helaas met onderzoeken. Dat ze worden gemaakt en dan neemt men er kennis van en dan belandt hij in de la. Dus het leek mij toch wel een mooie kans om hem weer even af te stoffen en ze er inderdaad aan te herinneren dat dat onderzoek er is geweest. En dat daar gewoon echt wel werk aan de winkel is op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Ja. En welke rol zie je weggelegd voor de provincie daarbij? Ja, ik denk dat die heel breed is. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen alleen maar geld. En dat is alleen maar de portemonnee zijn. Dat moet niet het geval zijn. Maar ik denk dat we samen daarin op moeten trekken. En wellicht moet er eens gekeken worden naar de verdeling van middelen. Of kijken of we op een creatieve manier middelen kunnen krijgen daarvoor. Ik zie zelf wel kansen in een koppeling met woningbouw. Als we al die woningen bouwen, daar gaat echt wel wat geld in om. Nou, als een paar euro of een paar duizend euro per woning daarvan in een fonds kunnen stoppen voor om groen te ontwikkelen. Ja, dat zou bijvoorbeeld een manier zijn. Maar ik denk dat dat een mooie zoektocht is om met z'n allen, met de regio, met de provincie, met alle partijen samen, om dat te gaan ontdekken. Het voorbeeld van Volendam werd aangestipt. Ja, wanneer is voor West-Friesland de grens bereikt? Ja, kijk, zover is het nog niet hoor hier. Dat is, maar aan de andere kant, je ziet wel eens op hele mooie dagen als in de polder, er wordt natuurlijk hier heel veel gevaren, ja, dat het echt wel achter elkaar aanvaren is. Dat zijn nog alleen, wat ik net al zei, dat zijn alleen de echte drukke dagen. Maar wanneer die grens bereikt, ja, dat is moeilijk om aan te geven. Maar ik denk als je dat ontdekt dat het zover is, dat je te laat bent. En wat is nou jouw favoriete plekje in West-Friesland? Mijn favoriete plekje. Ja, ik vind zelf, als ik naar onze eigen terreinen kijk, het Egmoedswater een heel mooi terrein. En daar beleef je echt nog de openheid van het landschap, het oude cultuurlandschap, natuur. Dan komt alles wel heel mooi samen. Maar ik kan ook wel genieten van een strandtent zoals de Zoete Zee op de Vooroever, als je daar heerlijk met een biertje zit. Dus het is, ja, de ene keer ben je aan het een toe en de andere keer aan het andere.